Ben jij een beetje een liefhebber van Chris Brown of Rihanna? Eigenlijk niet. Helemaal niet? Ik luister vooral Nederlandse hip-hop. Oké, ik heb het tegen de talent. Dani en Chris. Chris, welkom. Ik moet heel eventjes voor mezelf weten. Wie is nou Dani en wie is nou Chris? Ik ben Dani. Dan ben jij Chris, dat kan niet anders natuurlijk. Oké, als ik het goed heb begrepen is een van jullie eigenlijk best wel een hardcore hiphopper. En die is dan een beetje omlaag gegaan met zijn stijl om het wat rustiger aan te doen. Want je doet singer-songwriter tegenwoordig. Ja, dat ben ik. Ik ben Dani. Ik ben nog steeds wel rapper, maar nu vooral gefocust met live muzikant. En de oorzaak is eigenlijk Chris. Oké. Halfjaartje geleden leerde ik hem kennen, zeg maar. Ja. Deed hij een keer een hoek voor mij, voor een song. En sindsdien maken we eigenlijk alleen maar samen nog muziek. Dus Chris, jij bent eigenlijk de aanstichter van andere muziek. En hoe komt dat? Wat is dan jouw invloed daarin? Ik ben opgegroeid met soulmuziek. Zoals? Een studie gedaan. Temptations, Marvin Gaye. Oké. Echt Motown. Motown, ja. Alles met soul, maar heel breed. Underground muziek. Dus eigenlijk van alles. Oké, en nu hebben jullie een EP gemaakt? Ja, we hebben EP gemaakt. Klim omhoog heet die. Komt 28 maart uit. Gewoon op Spotify, iTunes, dat soort dingen. Ja. En we proberen gewoon pure oprechte muziek te maken, zeg maar. We proberen ons gevoel erin te leggen en de EP te klimmen omhoog. Ja. Omdat wij vanuit een bepaalde fase in ons leven omhoog wilden klimmen. En we zijn nu bezig met de volgende EP waar we dan vertellen dat we omhoog zijn geklommen en nu weer een stapje verder willen. Dus we proberen het wel autobiografisch te houden, zeg maar. Oké. Ja. Jullie zijn het talent van deze week. Dat houdt in dat jullie zo direct live een track gaan doen en we gaan gewoon een track van jullie luisteren. Cool. Die EP die gaat voornamelijk over de strijd in jezelf. Waarom? Ja, kijk, zoals je kan zien zijn Chris en ik echt totaal verschillende jongens. Weet je, ik ben 20, hij is 31. Ja, dat verschil zag ik echt meteen. Dat was... Maar in ieder geval, ons gevoel is hetzelfde. En wij hadden op dat moment dat we die nummers schreven allebei in strijd met en in onszelf. Dus vandaar dat de hele EP die sound heeft, zeg maar. Strijd in jezelf, met jezelf. Oké, nou dat gaan we straks horen. Daar kan jij zelf ook getuige van zijn. Als je thuis bent en je hebt zoiets van, nou ik ben eigenlijk ook wel een goed jurylid. Misschien moet je mijn mening ook horen. Ga zorgen dat je die app op je telefoon hebt staan. Dan kan je gewoon met ons in de studio praten. Ook leuk om het cameraatje aan te klikken. Zie je op dit moment een hele mooie dame in beeld. En mij, dat is dan wel iets minder. Maar Aiki is er ook voor de dames. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb hier iemand klaarstaan. Die gaat helemaal over zichzelf. Me, myself en I. En wat misschien ook in je gedachten is die track die nu gaat komen. Tenminste, ik denk dat dat bij Dani en Chris wel het geval is. Want jullie gaan beoordeeld worden. Ja, toch? Is dat iets waar je een beetje aan gewend bent? Heb je wel eens meer meegedaan aan bijvoorbeeld talentenshows en zo? Ja, man. Ja? Ik wel, man. Ik vertel. Niet echt grote talentenjachten, maar talentenjachten waar ik tweede ben geworden, waar ik in de top 3 zat, maar ook talentenjachten waar ik afgebrand ben, maar gewoon van alles. Afgebrand? Vertel, ja. Wat is er gebeurd? Ik kan wel zeggen dat ik kunst ben, een paar keer in de prijzen ben gevallen, maar afgebrand gaan we het niet over hebben. Nee, daar gaan we niet meer over hebben. Oké, maar je hebt er wel van geleerd. Ja, nee, tuurlijk. Man. Geldt dat voor Chris ook? Ben jij ook regelmatig afgebrand of heb jij altijd succes gehad? Nee. Maar gewoon muziek en dat vind ik leuk. Oh, je bent ook helemaal niet bezig met... dit is eigenlijk je eerste talent ding dan? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Maar Aiki, jij bent al wel wat gewend in ieder geval met bestudeeren, neem ik aan. Yes. Ja, wat heb jij allemaal gedaan om mensen een beetje te kunnen beoordelen? Behalve dat je dat natuurlijk voor je label dagelijks doet en in Punch-Out. Ja, je doet er niet echt zelf aan mee, hè, met beoordelen. Ja, nee. Ik heb daar een mannetje voor. Ja, juryleden voor, zeg maar. Maar ik heb wel, ja, in Vlaardingen heb ik veel dingen gedaan, Rotterdam natuurlijk ook, weet je. Overal een beetje met E-events van Rotjoch, weet je. Dus overal in de scene heb ik wel mijn mening uitgesproken, zeg maar. Maar heb je dan ook nog wel eens dat je een van je juryleden iets zegt dat je denkt van, nou nee, daar heb ik het helemaal niet mee eens. Ik bedoel, niet altijd, maar ja, zo vaak. Ik zit ook bijvoorbeeld met Punch-Out, met die gasten in een app. Ja. En dan ben ik het ook heel vaak niet met ze eens. En dan, je weet, dan gaat het helemaal heen en weer. Maar is leuk, ja. Nou ja, misschien daarom des te leuker dat je dit keer in je eentje mag bestuderen. Snap je. Dat is ook wel eens tijd dan. De track die we gaan draaien, welke gaan we draaien? We gaan een Masker draaien. Masker, waarom Masker? Masker is de tweede single. Klim omhoog komt maandag 28 maart uit. En laatste maandag van die maand erop, dus de maand april, komt een clip van Masker online. Oké. Dat is de tweede single. Als jij thuis zit mee te luisteren en je denkt van, nou, ik ben eigenlijk ook wel een tweede Aiki. Ik zou zo'n platenbedrijf kunnen beginnen en dan weet ik precies wie ik moet uitkiezen. Laat vooral via de Phonics app weten wat je ervan vindt. De track heet Masker. Nou, zet hem op. Ja.
Kijk om me heen, heb een masker op. Ze kijken me aan, terwijl niemand iets ziet. Ze moesten eens weten hoe ik me voel. Ik heb 1000 gedachten, maar ik lijk wel cool. Van binnen zo klein, en dat brandt me op. Ik draag een masker, maar het valt niet op. We moeten zoveel in deze tijden. En we hebben een beeld zonder te kijken. Soms dagen dat je breekt, dat je even wil, dat je niet meer leeft. Eventjes onzichtbaar bent, soms wil je alles verbergen, terwijl je eerlijk wil zijn, wil zijn. Zo'n masker draagt iedereen, iedereen. Zo'n masker draagt iedereen, iedereen. Zo'n masker draagt iedereen, iedereen. Wil vluchten van mijn schaduw, wegvliegen als een zwaluw. Geen zorgen aan mijn hoofd, dan voel ik me vogelvrij. En dingen lijken ver weg, maar toch zijn ze zo dichtbij. Ze kijken naar mijn masker, ja ze kijken niet naar mij. Wil laten zien wie ik echt ben, maar ik ben nog te onzeker. Ik kies er niet voor om iemand anders te zijn, maar ben bewust van het feit soms iemand anders te zijn. En ja, ik kies er niet voor, maar blijkbaar hoort het erbij. Soms dagen dat je breekt, dat je even wil, dat je niet meer leeft. Eventjes onzichtbaar ben, soms wil je alles verbergen, terwijl je eerlijk wil zijn. Zo'n masker draagt iedereen, iedereen. Zo'n masker draagt iedereen, iedereen. Zo'n masker draagt iedereen, iedereen. Dat je alleen loopt te klagen. En soms heb je weken, dan sta je in de regen. En soms heb je maanden dat de zon je laat varen. En soms heb je jaren, dan sta je in de hagel. Dan gaat je masker weer op. Dan gaat je masker weer op. Zo'n masker, 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 zo'n masker draagt iedereen. Zo'n masker, 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 zo'n masker draagt iedereen. Zo'n masker, 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 draagt iedereen. Masker van Dani en Chris. Dat is eventjes een binnenkomer. Ja, zeker man. Ike, echt top man. Ja, Ike is professionele jury van vandaag. Natuurlijk van Punch Out Battles, maar ook van zijn eigen label Zware Jongens. Dus heel erg goed in staat om te beoordelen of iets werkt of niet. Werkt dit? Ja, zeker wel. Ja, oh, ja. Ja, ik ben positief verrast. Positief verrast zelfs? Ja, ja. De opbouw van het nummer was heel erg goed. Ja. Het begon zeg maar met de rap van Dani. Vervolgens komt de zang in van Chris. En vanaf daar bouwt het helemaal op naar een climax. Wat ik misschien iets te veel vond is... wat wel live heel goed werkt is dat herhalen van dat masker, dat masker. Ja. Dat, misschien dat iets te veel voor het nummer. Maar het stoorde me net niet, laten we zo zeggen. En het is wel iets wat nou meteen blijft hangen. Want de rest, ja, van, de, rest precies, van de dag precies, zit je... Precies, ja, dat wel. Maar misschien iets te lang, weet je. Maar voor live zou het zeker wel werken. Want dan krijg je het publiek lekker mee. Ja. Kun je lekker jammen, weet je. Ja. Dit is ook live ingespeeld. Ja, dus dat zou het goed werken. En af en toe had ik het gevoel dat Dani zijn woorden iets rekte. Maar dat kan ook zijn door de beat of zo, dat je, waardoor je, weet je, een soort van... Wat voor een wil je rekten? Ja, een soort van...
ja, een soort van, hoe ga ik het zeggen, van, ik liep op de straat en het kwam als een alsof die echt moet inhouden om op de maat te blijven, snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt, dus ja, ik had liever dat hij dan ook iets meer aanzette, maar misschien de beat leent zich daar niet voor, weet je, en ja, eigenlijk dat. Okay. Maar voor de rest een goede nummer, man. Echt tof, man. Mooi, hè? Mooi. Ja, kan je hier wat mee? Ja, man, sowieso. We zijn sowieso heel erg aan het spelen met timing. En het is misschien ook een kwestie van smaak. Want ik rek die woorden wel bewust uit, zeg maar. Ja. Zien dat ik achter probeer te lopen op timing. Maar we zitten bewust soms even net voor of net uit timing en rekken. Het is een stijlkeuze. Ja, het is een stijlkeuze, precies. Oké. Ik snap hem wel, hoor. Chris, voel jij het ook? Ik voel hem wel, ja. Ja? En ik ben meer vanuit het live optreden. Dus daarom heb ik dat deze manier opgenomen, zeg maar. Oké, nou ja, live optreden gaan we straks nog doen. Even kijken, er komen al appjes binnen. Jassie, die zegt shout-out naar Dani en Chris, keihard. Nina zegt, hoe heet dat liedje dat nu op is? Zo'n masker draagt iedereen. Nou, dat heet masker dan. En even kijken, Ahmed zegt, diep nummer, Dani, lekker bezig. Ranjita zegt, oh my god, I love this song. Rowan, die zegt, dat nummer masker is super. Dat zijn eigenlijk hele positieve commentaren. Nice. Is fijn om te horen? Zeker. Oké, nou jullie gaan straks ook live, hè? Ja, man. Zeker. Oké, nou ik ben er zeer benieuwd naar. Op dit moment staat er iemand voor je klaar die ook naar Nederland komt. Maar nu nog heel even door je oren heel erg mooi moet zijn. Tinashe. Hey.